De bus nemen is beslist goedkoper dan een taxi. Absoluut, het bespaart veel geld. Bovendien hoef je je geen zorgen te maken over parkeerkosten. Dat is waar, parkeren kan zo duur zijn. En met de bus heb je geen last van het verkeer. Het is een veel handigere optie. Ik zorg er altijd voor dat ik het busschema controleer. Het helpt om je dag beter te plannen. En je kunt het extra geld voor andere dingen gebruiken. Ik zou het kunnen gebruiken voor een lekker diner. Precies, het draait allemaal om geld besparen en genieten van het leven. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ik heb de laatste tijd geprobeerd wat wijzigingen aan te brengen. Dat is geweldig. Wat heb je geleerd? Nou, ik heb me gericht op gezonder eten. Dat is een goed idee. Je lichaam zal je dankbaar zijn. Ik heb bezuinigd op bewerkte voedingsmiddelen. Dat is een slimme keuze. Ze zijn niet erg voedzaam. Ik heb ook meer fruit en groenten gegeten. Die zijn essentieel voor een uitgebalanceerd dieet. En ik heb meer water gedronken in plaats van frisdrank. Water is de beste keuze om gehydrateerd te blijven. Ik begin me al beter te voelen. Dat is fantastisch. Ga zo door. In het voorjaar vind ik het leuk om te tuinieren en de natuur tot leven te zien komen. Tuinieren kan zo therapeutisch zijn. Het is ontspannend om met de grond te werken en planten te zien groeien. Ik vind het geweldig om alle bloemen te zien bloeien. Het is zo'n kleurrijke tijd van het jaar. Ik ga ook graag wandelen en picknicken in het park. Dat is een geweldige manier om van het aangename weer te genieten. En vergeet de voorjaarsschoonmaak niet. Het is een goed moment om het huis op te ruimen en op te frissen. Absoluut. Het voelt zo goed om een schone ruimte te hebben. De lente is zeker een seizoen van vernieuwing en een nieuw begin. Ik ben het daar helemaal mee eens. Het is een prachtige tijd van het jaar. Is er een limiet op het bedrag dat ik kan omwisselen? Het hangt af van het loket, maar meestal is er een limiet. Ik begrijp het. Ik wil er zeker van zijn dat ik een aanzienlijk bedrag kan omwisselen. Het is het beste om vooraf contact op te nemen met de balie. Zijn er beperkingen op de soorten valuta die ik kan omwisselen? Sommige bali's hebben mogelijk beperkingen, dus het is goed om te informeren. Ik zal ervoor zorgen dat ik mijn onderzoek doe voordat ik geld ga wisselen. Dat is een verstandige aanpak om een soepele transactie te garanderen. Bedankt voor het advies, ik waardeer het. Je bent van harte welkom, graag om te helpen. Ik wilde vragen stellen over hun annuleringsvoorwaarden. Ja, ze hebben een annuleringsbeleid dat 24 uur per dag geldig is. Dat is goed om te weten voor het geval ik mijn plannen moet wijzigen. Het geeft je wat flexibiliteit. Brengen ze kosten in rekening voor annuleringen? Op sommige plaatsen kan een kleine vergoeding in rekening worden gebracht, maar dit varieert. Ik zorg ervoor dat ik de kleine lettertjes lees voordat ik boek. Dat is een slimme zet om verrassingen te vermijden. Ik waardeer je inbreng. Het helpt me om weloverwogen beslissingen te nemen. Je bent van harte welkom. Blij dat ik je kon helpen. Daar ben ik het helemaal mee eens. De rode jurk is een perfecte keuze voor je speciale gelegenheid. Bedankt. Ik ben blij dat je dat ook denkt. De kleur past goed bij je en is elegant. Ik denk dat het een statement zal maken. Het is zeker een showstopper. Ik kan niet wachten om hem te dragen en mezelf verzekerd te voelen. Je zult zeker de aandacht trekken in die jurk. Ik hoop het. Het is belangrijk om je goed in je vel te voelen. Je zult zeker in het middelpunt van de belangstelling staan. Ik waardeer je steun en vriendelijke woorden. Je verdient het om te schitteren op je speciale dag. Bedankt, het betekent veel voor me. Klinkt goed, we kunnen het bord in de woonkamer plaatsen. Dat is een geweldig idee. Het is een ruime en comfortabele ruimte. We zullen genoeg ruimte hebben om te spelen en strategieën uit te stippelen. En we hebben gemakkelijk toegang tot snacks en drankjes vanuit de keuken. Het wordt een leuke en ontspannende spelletjesavond. Ik zal zorgen voor een aantal gezellige zitplaatsen. Dat zorgt ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Ik zal ook wat muziek voorbereiden om een goede sfeer te creëren. Geweldig: het zal bijdragen aan de algehele ervaring. Ik kijk ernaar uit om een leuke avond met vrienden te hebben. Het wordt een memorabele spelavond. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik kijk er naar uit. Wil je tips proberen voor het plannen van een reis? Natuurlijk, bepaal eerst je bestemming. Dat is logisch, een duidelijk doel is belangrijk. Onderzoek vervolgens de beste tijd voor een bezoek en het weer. Goed punt, we willen het meeste uit onze reis halen. Maak vervolgens een reisschema met de plaatsen die je wilt bezoeken. Dat zal ons helpen georganiseerd te blijven en het meeste uit onze tijd te halen. Vergeet niet om van tevoren accommodatie en vervoer te boeken. Juist, we willen niet op het laatste moment voor verrassingen komen te staan. Pak tot slot de benodigdheden in en zorg ervoor dat je alle benodigde documenten hebt. Ik zal al deze tips in gedachten houden. Bedankt voor het delen. Je bent van harte welkom. Nog een fijne reis. Ik heb goede dingen gehoord over immersieblenders. Nog andere suggesties? Wat dacht je van een slowcooker? Het is geweldig voor eenvoudige en smaakvolle maaltijden. Dat klinkt handig. Wat nog meer? Een keukenmachine is veelzijdig en kan helpen bij het snijden en hakken. Dat kan veel tijd besparen in de keuken. En vergeet niet een goede set messen voor precisie en efficiëntie. Scherpe messen zijn absoluut noodzakelijk. Tot slot kan een blender voor smoothies en soepen handig zijn. Ik zal al deze suggesties in gedachten houden. Bedankt. Je bent van harte welkom. Veel kookplezier. Die zijn makkelijk te kweken. Ik zal dat in gedachten houden. Nog andere suggesties? Hoe zit het met kruiden zoals basilicum, munt en rozemarijn? Dat klinkt geweldig. Verse kruiden kunnen elk gerecht naar een hoger niveau tillen. Succulenten zijn onderhoudsarm en voegen een vleugje groen toe. Perfect voor iemand zoals ik die geen groene vingers heeft. Je kunt ook proberen tomaten of paprika's in potten te kweken. Dat is een goed idee. Verse producten uit de tuin klinken heerlijk. Overweeg ten slotte om wat bloemen te kweken, zoals goudsbloemen of sinia's. Ze zullen kleur en schoonheid toevoegen aan de tuin. Ik hoop dat deze suggesties je helpen om aan de slag te gaan. Veel plezier met tuinieren! Bedankt! Ik kijk ernaar uit om het eens te proberen. Van harte welkom, veel tuinplezier. Volgens de weersvoorspelling kan het morgen gaan regenen. Dan is het verstandig om een lichte regenjas of paraplu mee te nemen. Ik ben het er mee eens: droog blijven is belangrijk. Het is altijd goed om voorbereid te zijn op onverwachte weersomstandigheden. Absoluut, ik wil niet verstrikt raken in de regen. Een kleine paraplu past gemakkelijk in je tas. Dat is een goed punt. Het is handig om mee te nemen. En een regenjas kan ook gemakkelijk worden opgevouwen en verpakt. Graag gedaan. Better safe than sorry. Ik denk erover om dit weekend een filmavond te houden. Dat klinkt leuk. Welke films ben je van plan te kijken? Ik heb nog geen beslissing genomen, maar ik wil het leuk maken met snacks. Anders moeten we wat hapjes en drankjes halen voor een filmavond. Popcorn is absoluut een must-have voor filmavonden. Wat dacht je van chips en dip? Klinkt goed, en misschien wat frisdrank of sap. Vergeet niet wat chocolaatjes of snoep voor een zoete tractatie. Geweldige suggesties. Ik zal ervoor zorgen dat alles klaar is. Geniet van je filmavond. Ik heb erover nagedacht om op vakantie te gaan naar een eiland. Dat klinkt als een geweldig idee. Welk eiland overweeg je? Ik weet het nog niet zeker, maar ik denk dat een week ideaal zou zijn om het eiland volledig te verkennen. Een week zou je genoeg tijd moeten geven om te ontspannen en te genieten van de omgeving. Ik wil het meeste uit mijn reis halen en alles meemaken. Onderzoek de activiteiten en attracties die beschikbaar zijn op het eiland. Dat is een goed punt. Ik zal ervoor zorgen dat ik vooruit plan. Veel plezier met het verkennen van het eiland. Ik denk erover om dit weekend een kunstgalerie te bezoeken. Dat klinkt als een plan. Ik zal er een notitie van maken. Het is een tijdje geleden dat ik me heb verdiept in kunst. Het kan een geweldige kans zijn om verschillende kunstwerken te waarderen. Ik vind het geweldig hoe kunst emoties kan oproepen en creativiteit kan stimuleren. Het is een geweldige manier om inspiratie op te doen en je perspectief te verbreden. Ik ben verheugd om de verschillende kunstwerken te zien die worden tentoongesteld. Neem de tijd en geniet in je eigen tempo van de galerie. Doe ik. Bedankt voor je steun. Je bent van harte welkom. Veel plezier in de kunstgalerie. Ik heb een dieetbeperking en ik maak me zorgen over accommodaties. Daar passen ze in. Absoluut. Laat het gewoon aan het personeel weten. Dat is een opluchting. Het is belangrijk dat aan mijn behoeften wordt voldaan. Veel plaatsen zijn op de hoogte van dieetbeperkingen en kunnen afspraken maken. Ik ben blij dat te horen. Het maakt reizen toegankelijker. Aarzel niet om je behoeften en voorkeuren door te geven. Ik zorg ervoor dat ik ze van tevoren op de hoogte stel. Bedankt voor het advies. U bent van harte welkom. Nog een fijne reis. Voordat we op reis gaan. Moeten we de huidige wisselkoers controleren? Dat is een goed idee. Het helpt ons om ons budget nauwkeuriger te plannen. We willen niet verrast worden door ongunstige tarieven. Absoluut. Het kennen van de wisselkoers kan ons onnodige kosten besparen. Het is altijd beter om goed geïnformeerd te zijn voordat u valuta gaat wisselen. Akkoord, een beetje onderzoek kan een grote bijdrage leveren aan het maximaliseren van ons geld. Ik zal ervoor zorgen dat ik de tarieven controleer voor onze reis. Een verstandige beslissing, het zal ons helpen het meeste uit ons reisbudget te halen. We moeten ernaar streven om onze gasten de beste service te bieden. Ik waardeer dat. Het toont onze toewijding aan klanttevredenheid. Een stapje verder gaan kan een blijvende indruk achterlaten. Absoluut. Uitzonderlijke service kan van gasten loyale klanten maken. We moeten altijd naar hun behoeften luisteren en hun verwachtingen overtreffen. Het is belangrijk dat ze zich gewaardeerd en gewaardeerd voelen. Ik ben het ermee eens dat het creëren van een positieve ervaring de sleutel is tot ons succes. Kunnen we nog iets anders doen om onze service te verbeteren? Laten we elkaar ontmoeten in de conferentieruimte op de derde verdieping. Geweldig, ik ben er op tijd. Het is een handige locatie voor iedereen om samen te komen. De conferentieruimte biedt een professionele omgeving voor onze vergadering. We kunnen belangrijke zaken bespreken en efficiënt beslissingen nemen. Hoe lang denk je dat de vergadering zal duren? Laten we een uur uittrekken voor de discussie om ervoor te zorgen dat we alles behandelen. Klinkt goed, ik zal ervoor zorgen dat ik me goed voorbereid. De stroom in mijn kamer viel plotseling uit. Wat lijkt er natuurlijk aan de hand te zijn? Ik weet het niet zeker, maar geen van de lampen of stopcontacten werkt. Laat me onmiddellijk contact opnemen met het onderhoud. Ik waardeer uw snelle aandacht voor deze kwestie. We laten iemand naar je kamer komen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Bedankt, ik hoop dat het snel kan worden opgelost. We zullen ons best doen om de elektriciteit te herstellen voor uw comfort. De bezienswaardigheid in de buurt is een bezoek waard, vind je niet? Absoluut, het is een iconische bezienswaardigheid vol historische betekenis. Ik heb gehoord dat het prachtige uitzichten en een kijkje in het verleden biedt. Het is een attractie die je niet mag missen voor zowel toeristen als de lokale bevolking. Ik ben verheugd om de grootsheid ervan te ervaren en memorabele momenten vast te leggen. Zorg ervoor dat je je camera meeneemt om de schoonheid ervan vast te leggen. Dat ga ik zeker doen. Het is een kans die ik niet wil missen. Geniet van uw bezoek en geniet van de geschiedenis en cultuur die het vertegenwoordigt. Een opgeruimde kledingkast maakt ochtenden stressvrij. Absoluut. Het bespaart tijd en elimineert het gedoe van het zoeken naar kleding. Het is makkelijker om stijlvolle outfits samen te stellen als alles in orde is. Een goed georganiseerde kledingkast bevordert een gevoel van rust en efficiëntie. Ik vind dat regelmatig opruimen helpt om een georganiseerde ruimte te behouden. Het is een goed idee om kleding en accessoires te categoriseren zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn. Ik ben het ermee eens dat investeren in opslagoplossingen een groot verschil kan maken. Met een geweldig garderobe organisatiesysteem wordt aankleden een fluitje van een cent. Het is de moeite waard om een functionele en visueel aantrekkelijke ruimte te creëren. Absoluut. Een georganiseerde garderobe zet de toon voor een productieve dag. De meeste bussen accepteren tegenwoordig contactloze betaalmethoden. Dat is handig en maakt exacte wijzigingen overbodig. Het is geweldig voor mensen die geen contant geld bij zich hebben of de voorkeur geven aan digitale transacties. Contactloze betalingen maken het instappen in bussen snel en efficiënt. Het is een veiligere en hygiënischere optie, vooral tijdens een pandemie. Ik waardeer het gemak om op mijn kaart of telefoon te tikken om te betalen. Het is belangrijk om te controleren of de busmaatschappij contactloze betalingen accepteert. Absoluut. Het is een handige en moderne manier om bustarieven te betalen. Nu meer bussen dit systeem gebruiken, wordt dit de norm. Contactloze betaalmethoden verbeteren zeker de algehele ervaring met het openbaar vervoer. Dat klinkt spannend. Hoe zit het met het verkennen van bestemmingen buiten de gebaande paden? Ik vind het een geweldig idee. Het stelt ons in staat verborgen pareltjes en unieke ervaringen te ontdekken. We kunnen ontsnappen aan de drukte en ons onderdompelen in de lokale cultuur. Bestemmingen buiten de gebaande paden bieden vaak authentieke en memorabele ontmoetingen. Het is een kans om minder bekende attracties en natuurwonderen te ontdekken. We moeten wat onderzoek doen om ongebruikelijke bestemmingen te vinden die onze interesse wekken. Absoluut, laten we het avontuur omarmen en onvergetelijke reisherinneringen creëren. Het verkennen van bestemmingen buiten de gebaande paden geeft een gevoel van ontdekking aan onze reis. Ik kijk ernaar uit om verder te gaan dan de typische toeristische routes en te zien wat ons te wachten staat. Het zal een verrijkende ervaring zijn om de minder bereisde weg te verkennen. Ik overweeg een aantal moderne en strakke ontwerpen die bij mijn meubels passen. Dat is een geweldig idee. Het kan een samenhangende en stijlvolle uitstraling creëren. Ik wil dat mijn ruimte eigentijds en visueel aantrekkelijk aanvoelt. Moderne ontwerpen geven vaak prioriteit aan strakke lijnen en eenvoud. Ik ben ook op zoek naar meubels die de functionaliteit in een kleine ruimte maximaliseren. Strakke ontwerpen met slimme opbergoplossingen kunnen helpen om het ruimtegebruik te optimaliseren. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen esthetiek en bruikbaarheid. Absoluut, moderne en strakke ontwerpen kunnen de sfeer van een kamer veranderen. Ik zal verschillende ontwerpopties verkennen en kiezen wat het beste bij mijn smaak paast. Het is spannend om een moderne en strakke leefomgeving te creëren. Heb je in onze vrije tijd suggesties voor activiteiten in de buurt? Eigenlijk is er een prachtig park slechts een paar straten verderop. Dat klinkt geweldig. Ik breng graag tijd door in de natuur. We kunnen picknicken, een wandeling maken of gewoon ontspannen in het park. Het is verfrissend om tot rust te komen en contact te maken met de buitenlucht. Er is ook een trendy café in de buurt als je zin hebt in koffie of een snack. Dat klinkt perfect. Ik zou graag de plaatselijke cafésijnen willen ontdekken. Het is een gezellige plek met een gastvrije sfeer. Ik waardeer je suggesties. Laten we samen het beste uit onze vrije tijd halen. Absoluut. Ik kijk ernaar uit om samen met jou te genieten van deze activiteiten in de buurt. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten moeten we rekening houden met de vraag van klanten en de winstmarges. Absoluut. Begrijpen wat klanten willen is cruciaal voor succes. We moeten marktonderzoek doen om trends en voorkeuren te identificeren. Op die manier kunnen we onze producten aanpassen aan de behoeften van de klant. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat de winstmarges gunstig zijn. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen klanttevredenheid en winstgevendheid. Door de markt te analyseren en de kosten te evalueren, kunnen we weloverwogen beslissingen nemen. Dat is waar. Een grondige analyse helpt ons bij het maken van strategische keuzes. Uiteindelijk is het ons doel om producten aan te bieden die klanten willen, met behoud van de winstgevendheid. Juist als we zowel de vraag van klanten als de winstmarges in ogenschouw nemen, leidt dat tot duurzame groei. Dat is waar, maar het is de moeite waard. Je weet nooit welke andere verborgen pareltjes je zult vinden. Absoluut. Het verlaten van de gebruikelijke toeristische plekken kan leiden tot unieke en onvergetelijke ervaringen. Het is spannend om minder bekende attracties te ontdekken en contact te maken met de lokale cultuur. We moeten onderzoek doen en aanbevelingen inwinnen bij de lokale bevolking om deze verborgen juweeltjes te ontdekken. Dat is een geweldige aanpak. De lokale bevolking kent vaak de best bewaarde geheimen van hun regio. Door buiten de gebaande paden te treden, kunnen we een meer authentieke en verrijkende reiservaring creëren. Door verder te kijken dan het voor de hand liggende, kunnen we inderdaad dieper in de ziel van de bestemming duiken. Oké, okay, we hebben de bestemming bepaald. Moet ik de tickets van tevoren boeken? Dat is een geweldig idee. Vooraf boeken geeft ons gemoedsrust en zorgt voor beschikbaarheid. Het stelt ons ook in staat om betere deals en prijzen te verkrijgen. Ja, vroeg boeken kan ons helpen geld te besparen op vluchten of accommodaties. Ik controleer of er aanbiedingen of kortingen zijn voordat ik de reserveringen maak. Dat is een slimme zet. Het is altijd goed om kostenbesparende opties te overwegen. Zodra de tickets zijn geboekt, kunnen we ons concentreren op het plannen van de rest van onze reis. Zeker, als we de tickets vroeg hebben geregeld, hebben we een solide basis om op voor te bouwen. Ik heb overwogen om thuis te trainen of online lessen te volgen voor mijn fitnessroutine. Heb je een van beide geprobeerd? Ja, ik heb een paar online lessen geprobeerd, maar dat is niet hetzelfde als naar de sportschool gaan. Ik begrijp het. Er is een andere energie en motivatie wanneer je traint in een sportschoolomgeving. Thuistrainingen en online lessen bieden echter gemak en flexibiliteit. Dat is waar. Ze kunnen een goede optie zijn, vooral als de tijd of de toegang tot een sportschool beperkt is. Het is de moeite waard om verschillende opties uit te proberen om erachter te komen wat het beste bij jou en je schema past. Ik zal thuistrainingen en online lessen proberen en kijken hoe ze in mijn routine passen. Dat klinkt als een plan. Experimenteren helpt je een fitnessoplossing te vinden die past bij jouw levensstijl. Ik heb overwogen om online lessen te volgen. Heb je er een geprobeerd? Ja. Ik heb me ingeschreven voor een aantal online cursussen en die waren heel nuttig. Dat is goed om te weten. Ik ben geïnteresseerd in het uitbreiden van mijn kennis en vaardigheden. Online leren biedt een flexibele en toegankelijke manier om nieuwe informatie te verwerven. Heb je platforms of websites die je aanbeveelt voor online cursussen? Er zijn veel gerenommeerde platforms zoals Coursera, Udemy en Ethics die een breed scala aan cursussen aanbieden. Ik zal die platforms verkennen en cursussen vinden die aansluiten bij mijn interesses en doelen. Dat is een geweldige aanpak. Online leren kan nieuwe mogelijkheden bieden voor persoonlijke en professionele groei. Ik heb een lijst, maar ik ga misschien wat snacks zoeken. Dat klinkt als een goed idee. Het is altijd leuk om nieuwe lekkernijen te ontdekken. Ik zal verschillende opties verkennen en kijken wat me opvalt. Neem de tijd en geniet van het proces. Er zijn misschien verborgen pareltjes. Ik zal ervoor zorgen dat ik recensies lees en de ingrediënten controleer voordat ik een beslissing neem. Dat is een verstandige aanpak. Het is belangrijk om te weten wat je consumeert. Ik ben benieuwd welke heerlijke snacks ik aan mijn winkelmandje kan toevoegen. Ik weet zeker dat je een aantal smakelijke verrassingen zult vinden. Veel plezier met browsen. Goed gesprek. Heb je ook potentiële interviewvragen verwacht? Ja, als u zich voorbereidt op veel voorkomende interviewvragen, kunt u uw zelfvertrouwen vergroten. Ik heb veel voorkomende interviewvragen onderzocht en mijn antwoorden geoefend. Dat is een geweldige strategie. Het helpt je om je gedachten effectief te verwoorden. Ik heb ook mijn cv bekeken en ervoor gezorgd dat ik mijn sterke punten en ervaringen heb benadrukt. Dat is essentieel. Zorg ervoor dat je je vaardigheden afstemt op de functie-eisen. Ik voel me nu beter voorbereid en klaar om elke vraag te beantwoorden die op mijn pad komt. Dat is de geest. Je voorbereiding zal tijdens het interview zijn vruchten afwerpen. Ik eet meestal tot ik vol zit, maar ik zal proberen aandacht te schenken aan signalen van volheid. Dat is een goed idee. Luisteren naar de signalen van je lichaam kan je helpen om bewuster te eten. Ik eet langzaam en pauzeer om mijn honger en tevredenheidsniveau te beoordelen. Dat is een geweldige aanpak. Het stelt je in staat om van je eten te genieten en te herkennen wanneer je tevreden bent. Ik zal ook proberen om afleiding tijdens het eten te vermijden, zodat ik me kan concentreren op mijn maaltijd. Door afleiding te elimineren kun je je beter afstemmen op de signalen van je lichaam. Ik ben verheugd om te zien hoe deze bewuste eetpraktijk mijn algehele welzijn beïnvloedt. Het is een positieve stap in de richting van een gezondere relatie met voedsel. Veel succes! Het was elektrisch. De fans gingen uit hun dak. Ik wou dat ik erbij had kunnen zijn. Het moet een ongelooflijke ervaring zijn geweest. De energie bij live evenementen is ongeëvenaard. Het gejuich en de opwinding creëren een unieke sfeer die niet kan worden nagebootst. Ik kan me de spanning en kameraadschap onder de fans voorstellen. De gedeelde passie en enthousiasme maken het evenement nog specialer. Het zijn momenten zoals deze die blijvende herinneringen creëren. Ik hoop dat ik in de toekomst de kans krijg om zo'n evenement bij te wonen. Ik weet zeker dat je dat zult doen. Het is een ervaring die het wachten waard is. Hebben we brood en eieren nodig? Ja, voeg ze toe aan de winkelwagen. Dat is een basisitem. Het is altijd goed om ze bij de hand te hebben. Ik zorg ervoor dat ik verse eieren kies en controleer de houdbaarheidsdatum op het brood. Versheid is belangrijk, dus neem de tijd om de juiste te kiezen. Ik voeg ze toe aan de winkelwagen en controleer of we nog iets nodig hebben. Geweldig! Laten we ervoor zorgen dat we alles hebben wat we nodig hebben voor onze maaltijden. Ik ben blij dat we georganiseerd en voorbereid zijn voor onze boodschappen. Het maakt het proces soepeler en zorgt ervoor dat we hebben wat we nodig hebben. Draag je een zaklamp bij je? Ja, ik heb er altijd één bij me. Het is een handig hulpmiddel in geval van nood- of stroomuitval. Absoluut. Het biedt een betrouwbare lichtbron wanneer dat nodig is. Ik zorg ervoor dat ik er een voor mezelf koop. Eventuele aanbevelingen. Zoek er een die compact en duurzaam is en een heldere lichtstraal heeft. Ik zal dat in gedachten houden. Bedankt voor het advies. Je bent van harte welkom. Blijf voorbereid en blijf veilig. Ik moet met ze in contact komen. Wat is volgens jou de beste manier? Hen een bericht sturen zou een goed begin zijn. Dat klinkt perfect. Ik zal een bericht schrijven en contact met ze opnemen. Zorg ervoor dat je duidelijk en beknopt bent in je communicatie. Ik zal mijn best doen om mijn boodschap effectief over te brengen. Geweldig. Veel succes met je contactpoging. Ik steun vreedzame protesten. Wat zijn jouw gedachten? Daar ben ik het mee eens. Het is een belangrijke manier om je stem te uiten. Zolang het niet escaleert in geweld, kan het positieve verandering teweeg brengen. Vreedzame protesten kunnen het bewustzijn vergroten en een dialoog tot stand brengen. Wat zijn volgens u de belangrijkste doelen van vreedzame protesten? Ze hebben tot doel licht te werpen op sociale kwesties, te pleiten voor gerechtigheid en gelijkheid te bevorderen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is belangrijk om voorop te blijven lopen. Voortdurend leren en aanpassen zijn cruciaal in de snelle wereld van vandaag. We moeten onze vaardigheden en kennis voortdurend bijwerken om concurrerend te blijven. Absoluut. Proactief zijn en verandering omarmen kan tot nieuwe kansen leiden. Het is essentieel om nieuwsgierig te blijven en persoonlijke en professionele groei na te streven. Die mentaliteit zorgt ervoor dat je op weg blijft naar succes. Ik sta open voor Android of iOS. Het belangrijkste is snelheid en betrouwbaarheid. Beide besturingssystemen hebben hun sterke punten op die gebieden. Ik zal wat onderzoek doen en de prestaties van beide vergelijken. Zoek naar gebruikersrecensies en houd rekening met uw specifieke behoeften en voorkeuren. Dat is een goede aanpak. Ik wil een snelle en betrouwbare mobiele ervaring. Neem de tijd om de juiste beslissing te nemen. Veel succes met je keuze. Oké, okay, dat kan ik wel. Nog iets anders? Ja, probeer offline activiteiten uit te voeren. Dat is een goede suggestie. Het is belangrijk om soms de verbinding met de schermen te verbreken. Offline activiteiten kunnen je helpen ontspannen en je creativiteit stimuleren. Ik maak tijd vrij voor hobby's zoals lezen, schilderen of wandelen. Geweldige keuzes. Ze kunnen zorgen voor een verfrissende onderbreking van de digitale wereld. Ik vraag me af of je suggesties hebt voor maaltijden van een week. Maaltijdplanning kan uw week overzichtelijker en efficiënter maken. Dat is waar ik naar streef. Ik wil tijd besparen en gezond eten. Overweeg om van tevoren eenvoudige recepten te bereiden en verschillende voedingsstoffen op te nemen. Ik maak een lijst met ingrediënten en plan mijn maaltijden voor de week. Bedankt! Je bent van harte welkom. Geniet van je goed geplande en voedzame maaltijden. De richting die we nodig hebben is schoner openbaar vervoer. Zeker, een ander initiatief is het verminderen van emissies en het bevorderen van duurzaam vervoer. Schoner openbaar vervoer kan helpen de luchtkwaliteit te verbeteren en de verkeerscongestie te verminderen. Het kan ook meer mensen aanmoedigen om het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto. We moeten initiatieven steunen die prioriteit geven aan schonere en groenere vervoersmogelijkheden. Absoluut. Het is een stap naar een duurzamere toekomst. Dat is waar, maar het is niet hetzelfde als fysiek bij hen zijn. Fysieke aanwezigheid zorgt voor meer intieme en betekenisvolle verbindingen. In dezelfde ruimte zijn zorgt voor een andere energie en een andere mate van betrokkenheid. Het is belangrijk om prioriteit te geven aan quality time die je samen persoonlijk doorbrengt. Ik zal mijn best doen om via persoonlijke interacties contact te maken met dierbaren. Die persoonlijke benadering kan een groot verschil maken in relaties. Dat is een geweldig idee. Het voegt een vleugje creativiteit toe aan de sfeer. Het integreren van creativiteit kan de algehele ervaring verbeteren. Ik zal verschillende manieren verkennen om creativiteit in mijn dagelijks leven te brengen. Het kan zijn door middel van kunst, muziek of zelfs door nieuwe recepten uit te proberen. Het ondernemen van creatieve activiteiten kan de stemming inspireren en verbeteren. Geniet van het proces om jezelf creatief uit te drukken. Het is een goed idee om prijzen en stijlen te vergelijken voordat je een beslissing neemt. Zeker. Vergelijken kan je helpen om een weloverwogen keuze te maken. Ik zal verschillende opties onderzoeken en hun prijzen en functies vergelijken. Op die manier kunt u de beste prijs-kwaliteitverhouding vinden. Het is belangrijk om rekening te houden met zowel kwaliteit als betaalbaarheid. Akkoord. vergelijken zorgt ervoor dat je een verstandige beslissing neemt. Ik heb gehoord dat babydekens perfect zijn om de baby warm en knus te houden. Ja, ze bieden comfort en een gevoel van veiligheid. We mogen luiers niet vergeten. Ze zijn ook essentieel. Absoluut. Luiers zijn een must-have voor elke baby. Ik zorg voor een goede voorraad dekens en luiers. Dat zorgt voor het comfort en welzijn van de baby. Hoeveel tijd heeft het hele proces voor jou in beslag genomen? Het duurde hooguit ongeveer 10 minuten. Dat is indrukwekkend. Je gaat echt efficiënt met je tijd om. Bedankt. Ik probeer taken te stroomlijnen om meer tijd te besparen. Ik neem een pagina uit je boek en werk aan het verbeteren van mijn tijdmanagement. Het kan een aanzienlijk verschil maken in de productiviteit. We plannen campagnes voor sociale media en e-mail. Nog andere ideeën. Heb je overwogen om samen te werken met influencers of een winactie te organiseren? Dat zijn geweldige suggesties. Samenwerkingen en weggeefacties kunnen voor meer betrokkenheid zorgen. Je zou ook partnerschappen kunnen verkennen met complementaire bedrijven voor kruispromotie. Ik zal deze ideeën opnemen in onze marketingstrategie. Bedankt voor de suggesties. Je bent van harte welkom. Ik hoop dat ze uw promotie-inspanningen tot een succes maken. Als het gaat om rekoefeningen, hoe lang train je dan? Het wordt aanbevolen om minstens 10 tot 15 minuten te stretchen. Dat is een redelijke duur. Ik zou daar in mijn trainingsroutine naar moeten streven. Ja. Het zorgt ervoor dat je spieren opwarmen en flexibeler worden. Ik zorg ervoor dat ik genoeg tijd vrij maak om te stretchen tijdens mijn trainingen. Je lichaam zal je er dankbaar voor zijn. Ga zo door met het goede werk. Waar heb je zin in om dit weekend te doen? Ik heb zin in iets actiefs. Hoe zit het met jou? Dat klinkt geweldig. Ik was aan het denken om te gaan wandelen of misschien te gaan tennissen. Reken maar op me. Ik hou van buitenactiviteiten. Laten we een wandeling plannen op zaterdagochtend en tennis in de middag. Perfect. Het wordt een leuk en actief weekend. Hoe lang duurt je busrit naar je werk? Met de bus duurt het ongeveer 30 minuten. Dat is niet zo erg. Het geeft je wat tijd om te ontspannen of te lezen. Ja, ik lees meestal tijdens het pendelen. Het is goed om het meeste uit je tijd in de bus te halen. Absoluut. Het helpt de rit aangenamer te maken. Ja, ik had ontbijtgranen en melk. Dat is gezond. Hoe zit het met jou? Ik had roerei en volkoren toast. Dat is ook een voedzame keuze. Het levert eiwitten en vezels. Het is belangrijk om de dag te beginnen met een uitgebalanceerde maaltijd. Het geeft ons zeker de energie die we nodig hebben voor de komende dag. Een gezond ontbijt zet een positieve toon voor de dag. Zodra we het hotel hebben geregeld, kunnen we onze activiteiten plannen. Absoluut. We moeten het beste uit onze tijd halen. Ik denk eraan om musea te bezoeken en de lokale markten te verkennen. Dat zijn geweldige ideeën. We kunnen ook de lokale keuken proberen en een wandeling maken. Laten we een lijst maken van activiteiten die we willen doen en daar prioriteit aan geven. Klinkt als een plan. We zullen een spannende en onvergetelijke reis hebben. Klinkt goed. Zullen we een keer samen gaan winkelen? Dat zou ik geweldig vinden. We kunnen nieuwe winkels ontdekken en geweldige aanbiedingen vinden. Het is altijd leuker om samen met een vriend te winkelen. Zeker. We kunnen elkaar modeadvies geven en genieten van de ervaring. Laten we een shoppingtrip plannen voor dit weekend. Ik kijk er naar uit. Het wordt een leuke dag van winkelen en een band opbouwen. Ik dacht dat een gezellige bed en breakfast aan het strand leuk zou zijn. Dat klinkt heerlijk. Het is een rustige en ontspannende keuze. Daar ben ik het mee eens. We zullen een comfortabele plek hebben om te verblijven en te genieten van het strand. Het is een geweldige manier om tot rust te komen en even te ontsnappen aan het drukke stadsleven. Laten we op zoek gaan naar een bed-and-breakfast met goede recensies en een prachtige omgeving. Absoluut. We willen ervoor zorgen dat het een onvergetelijke en plezierige ervaring is. Welke wijzigingen stelt u voor om ons project te verbeteren? Ik denk dat het nuttig zou zijn om meer praktische en praktische activiteiten op te nemen. Dat is een geweldig idee. Het zal de deelnemers helpen om het geleerde toe te passen. Praktische oefeningen verbeteren het begrip en het behoud van kennis. We kunnen ook groepsdiscussies en probleemoplossende activiteiten opnemen. Deze interactieve elementen zullen het project boeiender en effectiever maken. Absoluut. Ik zal een lijst maken van aanbevolen restaurants in de buurt. Dat zou fantastisch zijn. We kunnen verschillende keukens en smaken ontdekken. Ik zal verschillende opties toevoegen om tegemoet te komen aan verschillende voorkeuren. Het zal nuttig zijn voor mensen die nieuw zijn in het gebied of op zoek zijn naar nieuwe eetervaringen. Laten we ook eventuele speciale dieetopties of allergeneninformatie noteren. Uitstekend! Het zorgt ervoor dat iedereen een restaurant kan vinden dat aan zijn behoeften voldoet. Eindelijk hebben we een akkoord bereikt. Ja, het is een win-win situatie. Ik ben blij dat we een oplossing hebben kunnen vinden die beide partijen ten goede komt. Het is essentieel om rekening te houden met ieders belangen en een gemeenschappelijke basis te vinden. Door samen te werken kunnen we wederzijds succes en tevredenheid bereiken. Samenwerking en compromissen zijn cruciaal voor het bereiken van gunstige resultaten. Absoluut. Het is een positief resultaat voor alle betrokkenen. Hun traditionele gerechten zien er heerlijk uit, maar ik ben zenuwachtig omdat ik niet weet wat ik moet doen. Maak je geen zorgen. Ik weet zeker dat ze begripvol zullen zijn en bereid zullen zijn om te helpen. Ik hoop het. Ik wil hun cultuur respecteren en van de ervaring genieten. Wees gewoon ruimdenkend en bereid om te leren. Ze zullen je inspanningen waarderen. Je hebt gelijk, nieuwe dingen proberen kan spannend en lonend zijn. Grijp de kans en geniet van de smaken van hun traditionele keuken. Maak je geen zorgen, Anna, ik kan je wat inpaktips geven. Dat zou geweldig zijn. Wat moet ik meenemen voor mijn aanstaande reis? Houd rekening met het weer en de duur van je reis. Pak veelzijdige kledingstukken in. Moet ik specifieke benodigdheden meenemen? Vergeet niet om toiletartikelen, medicijnen en eventuele benodigde reisdocumenten mee te nemen. Heb je tips voor het maximaliseren van de bagageruimte? Rol je kleding op in plaats van ze op te vouwen om ruimte te besparen. Gebruik verpakkingsblokjes of compressiezakken. Hoe zit het met het inpakken van schoenen? Plaats schoenen in aparte schoenentassen om ze schoon te houden en te voorkomen dat ze andere spullen vervuilen. Nog ander verpakkingsadvies. Neem een extra set kleding mee in je handbagage in geval van onverwachte vertragingen of verloren bagage. Dat is een slim idee. Ik zal ervoor zorgen dat ik dat doe. Vergeet niet om een reisadapter en alle elektronische apparaten die je nodig hebt mee te nemen. Bedankt voor de handige tips, John. Ik voel me nu beter voorbereid. Je bent van harte welkom, Anna. Ik ben blij dat ik je kon helpen. Fijne reis nog. Laten we samen efficiënt inpakken en onze reizen probleemloos laten verlopen. Absoluut. Hier zijn twee georganiseerde inpakken en leuke avonturen. Proost daarop. Laten we onze reis beginnen met goed ingepakte tassen en een gevoel van opwinding. Ik heb moeite met mijn studie, het is een uitdaging. Dat is oké. Okay. Studeer in je eigen tempo en concentreer je op het begrijpen van de concepten. Ik voel me overweldigd. Ik weet niet of ik slim genoeg ben. Twijfel niet aan jezelf. Intelligentie bestaat in verschillende vormen. Je bent een slimme jongen, denk ik. Bedankt voor je aanmoediging, Anna. Het betekent veel voor me. Je bent van harte welkom, John. Geloof in jezelf en vertrouw op je capaciteiten. Hoe kan ik effectiever studeren? Maak een studierooster, verdeel het materiaal in hanteerbare brokken en bekijk het regelmatig. Dat zijn geweldige tips. Ik zal proberen ze in mijn routine te implementeren. Vergeet niet om pauzes te nemen en voor jezelf te zorgen om burn-out te voorkomen. Ik zal dat in gedachten houden. Het is essentieel om voor mijn welzijn te zorgen. Absoluut. Je mentale en fysieke gezondheid moet altijd een prioriteit zijn. Bedankt voor je begeleiding, Anna. Ik waardeer je steun. Laten we samen vastberaden studeren en de leerreis omarmen. Inderdaad, op naar slim studeren en academisch succes behalen. Ik heb interviewvragen onderzocht en mijn antwoorden geoefend. Dat is geweldig. Ben je klaar voor een bepaald soort interview? Ik bereid me voor op zowel gedragsmatige als technische interviewvragen. Het is essentieel om je vaardigheden te tonen en je probleemoplossende vaardigheden aan te tonen. Ik heb mijn ervaringen uit het verleden bekeken en relevante voorbeelden bedacht. Dat is een goede strategie. Werkgevers zoeken vaak naar scenario's uit de praktijk om uw capaciteiten te beoordelen. Ik wil er zeker van zijn dat ik mijn gedachten duidelijk en beknopt kan verwoorden. Oefen om zelfverzekerd te spreken en uw antwoorden effectief te structureren. Ik doe ook onderzoek naar het bedrijf om vertrouwd te raken met hun waarden en doelstellingen. Dat is een slimme aanpak. Interesse tonen in het bedrijf kan een positieve indruk achterlaten. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Enig advies over het omgaan met interviewkriebels. Haal diep adem, visualiseer succes en vergeet niet dat je je goed hebt voorbereid. Bedankt voor de aanmoediging, Anna. Ik waardeer je steun. Je bent van harte welkom, John. Geloof in jezelf en laat je kwalificaties tot uiting komen. Laten we samen met vertrouwen interviews aangaan en onze sterke punten laten zien. Absoluut. Hier zijn twee succesvolle interviews en interessante carrière mogelijkheden. Hallo, Anna. Ik wilde alleen onze vluchtgegevens bevestigen. Natuurlijk, John. Laat me de informatie verzamelen voor onze aanstaande vlucht. Bedankt, Anna. Ik wil er zeker van zijn dat alles in orde is. Onze vlucht is gepland voor aanstaande vrijdag om 10 uur vanaf JFK Airport. Dat is juist. En de bestemming is Londen Hitro, toch? Ja, we vliegen naar Londen Hitro Airport en arriveren om 21 uur lokale tijd. Perfect. Hebben we stoelen toegewezen tijdens de vlucht? Ja, we hebben vooraf stoelen gereserveerd. Jij zit op stoel 12A en ik op stoel 12B. Geweldig. En hoe zit het met de toegestane bagage? Elke passagier mag één ingecheckte tas hebben die maximaal 23 kilogram weegt. Dat is goed om te weten. Ik zal ervoor zorgen dat ik die overeenkomstig inpak. Vergeet niet om minstens twee uur voor de vlucht op de luchthaven aan te komen om in te checken. Ik zal een herinnering instellen. Bedankt voor de herinnering, Anna. Je bent van harte welkom, John. Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust. Ik waardeer je hulp, Anna. Ik kijk uit naar onze reis. Zo ook, John, laten we er een onvergetelijke reis van maken. Laten we samen onze reisplannen bevestigen en een spannend avontuur aangaan. Absoluut, op naar soepele vluchten en onvergetelijke ervaringen. Ik heb liever magere melk. Het is gezonder. Hoe zit het met jou? Anna. Ik geef ook de voorkeur aan magere melk. Het is een lichtere optie met minder vet. Dat is geweldig. Magere melk is een goede keuze voor een gezond voedingspatroon. Absoluut. Het bevat weinig calorieën en levert nog steeds essentiële voedingsstoffen. Ik vind dat magere melk ook goed werkt in smoothies en ontbijtgranen. Daar ben ik het mee eens. Het mengt goed en voegt een vleugje romigheid toe zonder de extra calorieën. Heb je ooit andere soorten melk geprobeerd, zoals amandelmelk of soja? Ja, ik heb amandelmelk geprobeerd. Het is een geweldig zuivelvrij alternatief met een subtiele nootachtige smaak. Dat klinkt interessant. Ik zou het eens moeten proberen. Het is de moeite waard om verschillende opties te verkennen om erachter te komen wat bij uw smaak en voedingbehoefte past. Ik zal dat in gedachten houden. Bedankt voor het delen van je perspectief, Anna. Je bent van harte welkom, John. Het is altijd goed om deze gesprekken te voeren en ideeën uit te wisselen. Laten we samen weloverwogen keuzes maken over onze melkvoorkeuren en een gezonder leven leiden. Absoluut. We willen genieten van melk op een manier die past bij onze individuele voorkeuren.